Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van The Legend of Zelda Skyward Sword. Met mij is Ruud nog even niet, want die is naar de wc gegaan. Maar ik ga wel eventjes verder. Ik ben even naar Inside the Goddess Statue gelopen. Om het laatste piece erin te puzzelen. Zodat we naar Lanairu kunnen. Oh, nou komt er eerst zo'n stukje dat vier gaat. Blub, 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 blub. Ruud, heb je nog een blik energiedrank voor me? Ja, maar dat is ongezond, dus je krijgt niet meer. En anders heb ik voor volgende week niks meer. Dat is waar. Ik ben al 3 kilo afgevallen in een week tijd. Wat doe je dat? Gewoon, weet ik niet. Sowieso minder energiedrank drinken, maar ik drink alleen maar energiedrank als wij gaan gamen. Oh, maar dat is sowieso. Weet je hoeveel suikers er is? Ja, weet ik, maar dat is zo lekker. Daar word ik lekker niet actief van. Heb je al oranje voor me? Dan moet je... Jawel. Maar daar heb ik geen zin om in te schenken. Ah, alsjeblieft. Nee. Krijg je... Nou, dan doe ik het niet. Oké, we kunnen nu naar Lanairu. Dat is een draak. Of moeten we eerst nog... Hey, maar als ik nou moet kiezen, hè? Ocarina of Time, Majora... Nou, sowieso Ocarina of Time eerst. Voordat ik Majora's Mask doe. Oh, maar verhaalsgewijs maakt het geen reet uit. Ik ga even dat schema opzoeken van wat de volgorde is en de verschillende tijdlijnen. Ja, prima. Als je dat toch gaat doen, kan je net zo goed even drink voor me zeggen. Maar het gaat er toch eigenlijk altijd om dat Zelda ontvoerd is? Behalve met Majora's Mask. Met Majora's Mask gaat het erom dat je Majora moet tegenhouden. Nee, je moet een popje tegenhouden en die heeft Majora's Mask gejat. En die wil de wereld vernietigen. Nou ja, seems legit kut. Oké. Nou, weet je, ik spring er gewoon vanaf. Huppakee! Ik heb nog een slokje water. Oh, lekker. Nou, vuile klootzak. Nu niet meer. Weet je, vroeger in mijn tijd, toen ik jong was, noemden we jou een NSB'er. Oké, als je dat grapje offensief vindt, dan heb je niet veel van onze filmpjes gekeken. Wij maken vaak van zulke grapjes. Ook over Anne Frank. We hebben toen, daar was je niet bij, dat was in de let's play voor DDG. Ja. Die nooit is afgeüpload, die hebben wel helemaal afgemaakt, maar degene die het zou uploaden, Kees, die heeft hem nooit meer helemaal geüpload, helaas. Geef niet, ik hou nog steeds van je, Kees. We love you. We gaan naar Lanairu, high five! Waarom geef ik jou high fives? Dat slaat nergens op, want als ik een high five van jou wil, dan krijg ik hem niet. Wanneer ben jij een high five voor als je hem hebt genaaid? Nou, doe even een high five voor jou. Oh! Kut dikzak. Mag ik dit doen? Moet dat? Ja. Oh, we zijn het schild vergeten. Oh. Gaan we die eerst even halen? Ah, oh, serieus? Ja, die heb je nodig. Die heb je echt nodig. Dude. Nee, serieus, je hebt het schild nodig. En we kijken of we hem kunnen upgraden. Ook nog. Jongen, dat is zo gebeurd. Stel je aan. Alle dolfijnen. Dit was wel een heel leuk stuk met hele leuke puzzels. Mooi. Serieus, nog meer puzzels? Zijn we al bij het einde? Majora's Mask is veel puzzeliger. Ja? Ja. Nou, Majora's Mask is wel heel leuk. Good for you. Hou je bek nou, is altijd zo lullig te noemen, man. Wat? Ja, wat? Vinger in je gat. Oké. Okay. Dat is op zich best wel lekker. Heb je dat wel eens Moet je ruiken. Ah, je likte mijn poepvinger. Je hebt zelf een poepvinger. Kijk, daar zit wat. Jongen, hou je bek, Zelda. Kut hoer. Even kijken, dan moet ik even denken. Want hier zat volgens mij nog echt zo'n goddess cube. Nee, hier dus niet. Oh, hier dus wel. Huppakee. Dat goed van jou. Goddess cube activated. Jack in Mega Man. Power up. Ken je dat, Mega Man EXE? Ja. Oké, die moet je dus heel zachtjes benaderen. Dus ik denk dat je dichtbij genoeg bent. Nee, ik ben nog niet dichtbij genoeg. Kijk! Awesome. Anders vliegt hij snel weg. Kijk, daar zie je... Oh, dat zag je niet, denk ik. Maar die kan je dus opblazen met bommen. Welke? Ja, ik zal het je laten zien. Hoepatee. Oh, ligt hij nu ver weg? Ik denk dat hij te ver weg ligt. Oh, nee. En dan krijg je 1 roepie uit. Yes. Maar wil jij het shield ophalen en upgraden of zal ik dat snel doen? Nou, doe jij dat maar even snel. Oké, okay. Laten we gaan aan Lanairu beginnen. Ik begin aan Lanairu. Die tempel is trouwens fucking moeilijk, jongen. Hey, leek erop of daar
Nicoline, de moeder, de auto reed. Oeh. En hij is opeens helemaal interlaced. Ja. Hoe kan dat? Geen idee. Wat heb je gedaan, Ruud? Oh, dat nou. En dat knoop. Misschien ligt het aan dit beeldscherm wel. Misschien. That could be. Maar ik ben blij dat mijn converter werkt. Dat is wel makkelijk en dan hoef ik nooit meer mijn setup te veranderen. Dus mijn setup is altijd klaar. Gaan we die kerst nog snel halen of niet? Ja, doe maar. Oh, wat doe ik? Doet u maar. Maar alleen als we er wat aan hebben. Ik hoop het. Ik hoop het echt van hartelijk. Nou, eet even ons schildje up. Nee, ga er eerst nou maar door. Oké, of niet? Ja, sorry. Ik sprong al voordat je zei vlieg nou maar eerst door, hoor. Sorry. Mijn naam is Stefan. Nee, bij H moet ik zijn. Waar moet hij in? Yes, please. Bitch, please. Kunnen we niet het nieuwe schild kopen? Ik denk het niet. Of is dat hetzelfde schild? Het nieuwe schild moet paars zijn. Maar... Neem ze allebei mee dan. Nee, dat... Of heb je alleen deze nodig? Ja, die steel shield, daar heb je niks aan. Nee, hij is nog niet. Want als je dan... Want het is een elektriciteit ding, dus dan... Oh, dat weet je uit ervaring? Mm-hmm. Zou het... Oh ja, deze kunnen we sowieso upgraden. Waarschijnlijk. Ja, die is dan een keer geüpgraded. Oh, tumbleweed. Maar daar, die kan ook bijna halen. Yep. Dus tumbleweed hebben er twee van nodig. Ik weet hoe je die kan halen en ik weet ook waar ze zitten. Dus... Jij bent echt geweldig. Mm-hmm. I can do it all on my own. Nou, wanneer wordt eigenlijk de musical aflevering op Serpent Gameplay geüpload? Weet ik niet. Volgens mij deze of volgende week. Cool. Maar deze of volgende week is 3 maanden geleden als dit filmpje is opgeüpload. Dat is waar. Moet ik even kijken waar we ook heen moeten. Sowieso omdraaien. Hoep. Ruud, die eet poep! Fucking kinderachtig, Stefan. Fucking kinderachtig. Ik weet het. Maar weet je, dat doet me niks. Ga je vanavond weer livestreamen? Nee, ik ga vanavond niet winnen. Ga je ons livestreamen? Doe ook een keer wat. Nee, ik hou je mee. Het duurt lang. En... Door. Hey, kun je daarop? Hè, wat zit erop? Dat zijn monsters, die wil je niet aanraken op zich. Maar kun je op die steen komen? Nee. Heb je dat geprobeerd? Ja, maar we willen. Om die monsters te vermoorden? Dat kan, maar dan moet je er zo langs doen. Ik heb geen vliegers meer. Ai. I can do it all on... Hier, die monsters maak je ook dood. Je laat de steen op je vallen. Maken. Oh nee, die heeft een roepie vast. Oh, dat was gemist. Maakt trouwens geen reet uit, want ik heb 500 roepies. Precies. Hoeveel tumbleweeds hadden we nodig? Twee, oké. Okay. Ik dacht één. Twee is ook goed. Twee kan ik ook halen. Dat is echt vet raar. Die shit moet je uit de lucht scheppen. Die moet je pakken met je visnet, zeg maar. Oké, okay, red ik het. Oh, ja, bijna. Hoepatee. Nice. Waar zat hij ook alweer? En nu? Moet ik hier af? Ja, ik denk het wel. It seems so. Drop-down. Maar toen nou. Shit, waar is dat lopen? Ah, dat red jij. Ik hoop het. Ja, nee, dat zou ik doen, ja. Goed. Maar dit is niet de kist die we moeten hebben. Wat dan? Deze is nog niet geactiveerd. Hoezo? Kun je hem niet openen? Nee. Dan zit hier dus nog een kist op dit eilandje. Maak je geen zorgen, Ruud. Nou, dat doe ik wel een beetje. Kijk. Alles, kijk hier vanaf. Aha! How unexpected!
Nee, ik verwacht het wel min of meer. Kijk, daar is die. Yes. Ik hoop eigenlijk dat er een hard piece in zit. Dat is wel vet, hij lijkt toch gewoon op die Golden Shields. Jee, daar hebben we geen reet aan. We hebben wel maximaal aantal roepies. Misschien moeten we even een grotere wallet gaan scoren. Maar dat kan nog niet, want we moeten eerst een class shot hebben. You know that kind of thing. Ik vraag me af wie daar ooit zijn schat heeft verstopt. Dan heeft hij vet veel stenen er moeten neerleggen om die grot te verbergen. Hoeveel vogels heeft hij daarvoor gebruikt? Hoe kunnen eilanden zweven, dit? Nou, we moeten het toch over hebben. Ze zweven op de wolken. Hier, wil jij daarheen vliegen? Yes, ik mag vliegen. En als we in Lanai doet, zijn we in mijn bed. Ja, toch. Hoe kan ik ook weer gewoon fladderen? Zo toch? Ja, en dan naar beneden. Ik vraag net aan Frank of Nink of ik voor hun een avatar van afstand of zo of een banner mag maken. Zegt Frank, nee, want die is juist goedkoop en nep. Oh, daar niet invallen! Waar dan? Zo, en weer naar links. In die whirlwind word je van je vogel afgetiefd. Oh, en dan? Super irritant. Oh, vet, staan er 200 naast elkaar te schijten. Vet swag. Nice. Oh, je moet wel opletten. Ik ben afgeleid door de erotiek buiten. Ik pak wel even wat drinken, want niemand moet er aan. Ah, ik ken hoor. Schrik me dood, man. Wat doe je? Ja, ik heb dat ding over. Nu het de oranjes op, ben ik gewoon teruggezet. Ja, maar ik gebruik de restjes in mijn yoghurt. Oh, wacht. Mag ik een frisse fruitdrank pakken? Tuurlijk. Hoe kijk ik weer ook weer van boven? Zet. En hoe drop ik? Dat is een ander. Oh ja, daar staat ook dive. Ik zal nog wel even een keer vallen, want ik wil jullie even vooruit. Nog een keer. En nog een keer. Dive! Hihi! Wauw, maar ik kost 100.000 euro netto, Ruud. Maar stel je wint nog deze december kalender. Ja. Stel je wint 100.000 euro. Wil je mij nog beloven dat ik een Wii U van je krijg? Ja. Beloofd? Ja. Oké. Echt waar, hè? Ja, I promise. Plusspel. 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 Weet je hoeveel... Van welk merk? Weet je hoeveel games 100.000 euro is zijn? Ja, super. Mensen, wat zouden jullie doen met 100.000 euro? Weet dat iedereen zegt, games kopen! Ja, moet je niet. Ja, nou, ik wil even kijken. Oké. Ik snap je gevoel, maar daar moet je niet heen. Goed zo. Hoe zet ik hem neer? Gewoon op A drukken. Oh. Oh, slim. Rubies, we hebben niks aan hebben. Nee, gewoon doorlopen joh. Ja jongen, relaxed. Ik heb het gevoel dat we hier de class shot krijgen. Die krijgen we pas in de tempel, dus het duurt nog even volgens mij. Maar ik weet niet meer zeker. Buschopper! Kijk yo. Uit. Twee keer missen ze ook raak, in principe. Zullen we de aflevering beëindigen, want straks vergeten we het wel. Zullen we dat maar doen? Ja. Dames en heren, moet je stoppen met bewegen? Ja, je kunt toch nog wel doen. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Tot volgende of de keer, twee dagen of over een week. Misschien wel. Ja, maakt niet uit. Piep. Doeg. Doei.